Dit is Bas, het vriendje van Marianneke. Sommige mensen noemen hem Basje. En dit is Marianneke, het vriendinnetje van Bas. Eigenlijk heet ze Marjon. Maar omdat niemand haar zo noemt, zeggen wij ook maar Marianneke. En natuurlijk wonen Bas en Marianneke in een huis. Dit is het huis waar Bas woont. En dit is het huis waar Marianneke woont. Die huizen lijken erg op elkaar. En dat komt omdat Bas en Marjanneke broertje en zusje zijn. Het is hetzelfde huis. Op een dag dat het heel hard regende, zaten Bas en Marjanneke te tekenen. Ze hielden, net als alle kinderen, erg van tekenen. Ze tekenden huisjes, mannetjes en boompjes. En ineens tekende Bas. Ja hoor, je hebt het goed geraden. Bas tekende een possenbok. Dit is de possebok die Bas tekende. Het is een gevaarlijke possebok, zegt Bas. Pas maar op, anders wordt hij boos. Maar Marjanneke is niet bang voor possebokken. Vlug tekent Marjanneke een kooi om de possebok heen. Nu kan hij er niet meer uit, zegt Marjanneke. Hij is opgesloten. Dan gaat Bas zijn zusje een beetje plagen. Stoute Bas, waarom doe je dat? Bas tekent een traliedeurtje in de kooi van de possebok. Nee hoor, roept Marjanneke, niet doen! Maar dan roept mama, kijk eens op de klok. Bas en Marianneke die kijken. Het is zeven uur. Bas en Marianneke moeten altijd om zeven uur naar bed. Ze zeggen papa en mama wel te rusten. Mama stopt ze toe en dan gaan ze slapen. Bas slaapt direct, Marianneke ook. Maar als Bas en Marianneke diep in slaap zijn, maakt de postbok een deurtje van zijn kooi open. En hij gaat naar de bedden, van Bas en Marianneke toe. Nu hij vrij is, ziet hij er veel aardiger uit. De postbok heeft Bas en Marianneke wakker gemaakt. Ze kijken een beetje verschrikt. Wees maar niet bang, zegt de postbok. Jullie mogen een eindje met me rijden. Klim maar op mijn rug. Dan zijn Bas en Marianneke niet bang meer en klimmen op zijn rug. Dan gaat de postbok lopen met Bas en Marianneke op zijn rug. Ze rijden door een groot bos waar het erg donker is. De possebok rent heel hard. Waar gaan we naartoe, vraagt Bas? Dat zul je wel zien, zegt de possebok. We zijn er zo. De possebok loopt tot midden in het bos en daar staat hij stil. Welkom in het possebokkenbos, zegt de possebok. Ze komen bij een open plek waar het niet meer zo donker is. Bas en Marjanneke kunnen alles weer zien. En wat zien ze? Op die grote open plek in het donkere possenbokkenbos lopen een heleboel possenbokken, die spelletjes doen met elkaar. Ze lopen in een kring. Wat is dat leuk, zegt Bas. Ik wist niet dat er nog meer possenbokken waren. Ja, natuurlijk zijn er een heleboel possenbokken, zegt de possenbok. Bestaan jullie dan echt, vraagt Marjanneke. Zoals je ziet, zegt de possenbok. Waar komen jullie dan vandaan, vraagt Bas. Dat zal ik jullie eens vertellen zegt de possebok en hij gaat op de grond zitten. De meeste mensen denken dat possebokken niet bestaan omdat ze er nog nooit in hebben gezien. Als kinderen tekenen maken ze allerlei dingen die wel bestaan, zoals varkens of mannetjes, vliegtuigen, auto's, treinen en dingen die niet zijn, zoals strepen of krabbel's, stippen en vlekken. En heel soms tekenen ze een possebok, maar dat gebeurt niet vaak. Want het tekenen van een possebok gaat altijd per ongeluk. Als een van die kinderen een possebok heeft getekend, kan er nog van alles mee gebeuren. Soms worden de tekeningen in de kachel gestopt en verbrand. Of de kinderen verknippen de tekeningen. Soms verscheurt een klein broertje of zusje de tekeningen. En het gebeurt ook wel eens dat een kind dat de possebok tekende het weer uitgumt. Dat is natuurlijk heel naar voor die possebok. Maar omdat hij niet meer bestaat, kan hij ook niet meer huilen. Anders zou hij dat zeker doen. En dan werd het papier helemaal nat. Dit is een half uitgegumde possenbok die huilt. Maar als een kind een possenbok tekent en niet uitgumt, komt de possenbok s'nachts los van het papier en gaat naar het possenbokkenbos. Hij neemt dan ook altijd het kind dat hem heeft getekend voor een nachtje mee naar het bos. Op dat moment horen Bas en Marianneke een vreselijk gekraak van takken boven hun hoofd. Wat was dat? vraagt Bas verschrikt. Dat was de vliegende possebok, zegt de possebok. Een keer heeft een jongetje een vliegende possebok getekend, maar dat jongetje vergat de pootjes te tekenen en nu moet die vliegende possebok steeds maar rond blijven vliegen. Dat vindt die possebok wel erg naar, maar ja, wat doen we eraan? Wacht eens even, roept Bas. Ik weet geloof ik iets. Wat dan? vraagt de possebok. Let maar eens op, zegt Bas. Bas klimt in een heel hoge boom en als de vliegende possenbok langs vliegt, roept hij, hé, hey, vlieg eens hierheen. De vliegende possenbok vliegt langs Bas en dan tekent Bas een pootje en daarna nog een pootje en dan vlug nog twee. De vliegende possebok vliegt naar beneden en gaat bij Bas en Marianneke zitten en de andere possenbok. Hij vouwt zijn vleugeltjes netjes op en zegt, dankjewel Bas. De andere possenbokken hebben alles gezien. Een heel oude en wijze possenbok zegt tegen Bas: Dat heb je netjes gedaan, jongeman. En Bas krijgt een kleur. Maar, uh, zegt de oude possenbok, wat ik je vragen wilde. Kun je niet aan ons allemaal vleugels tekenen? Oh ja, zegt Bas. Daar is niets aan. En hij tekent bij alle possenbokken vleugels. Bij deze en deze en dit hele kleintje. En bij deze die weer een beetje groter is. De possenbokken zijn heel erg blij dat Bas hun vleugels heeft gegeven en ze gaan allemaal boven het bos vliegen. Hoog boven de bomen gaan ze, zodat Bas en Marjanneke ze bijna niet meer kunnen zien. Bas en Marjanneke blijven naar de lucht kijken. Wat vliegen ze hoog, hè?" zegt Bas. Ja, zegt Marjanneke, maar ze zullen ons toch niet vergeten? Wel, nee, zegt Bas, ze zullen zo wel terugkomen. En daar wachten ze dan maar op. Eindelijk, eindelijk, als de zon bijna weer op is... Komen de possenbokken terug? Hun eigen possenbok ook. Het was heerlijk, zegt hun eigen possenbok. Maar de zon is aan het opkomen en nu moeten jullie weer naar huis. De zon kijkt over de horizon. Haha, roept Bas, de zon lijkt net een meisje. Ja, zegt Marianneke, dat heb ik nog nooit gezien. Wat leuk is dat? Klopt, zegt de possenbok. In het possenbokkenbos lijkt de zon altijd op een meisje. Dan klimmen Bas en Marianneke weer op de rug van de possenbok, die ze naar huis zal brengen. Al de andere possebokken wuiven hen na, alleen één possebok met heel slechte ogen wuift de andere kant op. In vliegende vaart, zo vlug dat je niet eens goed kan zien, vliegt de possebok Bas en terug naar huis. Ze zijn precies op tijd. De possebok gaat meteen weer terug en Bas en kruipen kruipt weer in bed. Dan gaat de kamerdeur open. En daar komt mama binnen om Bas en Marjanneke wakker te maken. Bas doet net of hij slaapt, maar Marjanneke zit zich uit te rekken. Jongen, jongen, zegt mama, ben jij al wakker? Haha, <laughs> zegt Bas, we zijn de hele nacht wakker geweest. De hele nacht, zegt mama ongelovig. Bas en Marjanneke vertellen de hele geschiedenis aan mama. Maar mama zegt lachend, nou, jullie kunnen leuk dromen hoor. Niks hoor, roept Bas, we hebben niets gedroomd, het is allemaal echt waar. Op de tafel ligt de tekening van de possebok. Dan gaat mama naar de tafel en pakt de tekening. Ze ziet alleen een lege kooi en geen possebok. Jullie zijn een stel grappenmakers, zegt mama. Dit is toch een lege kooi? Bas en Marianneke springen hun bed uit en bekijken de tekening. Natuurlijk, zegt Bas ineens. Die possebok is naar het possebokkenbos. Dan ben ik benieuwd hoe die possenkop eruit ziet, zegt mama. Het is geen possenkop, zegt Marianneke. Het is een possebok. Ik zal hem tekenen, zegt Bas. Hij pakt een potlood en begint te tekenen. Hij probeert het. En eerst tekent Bas dit. En dan dit. En dan dit. Maar het lijkt nergens op. En dan uh, tekent hij dit. En dit en dat. Maar wat Bas ook probeert, hij kan het niet meer. Maar Janneke roept steeds: Oh nee, het lijkt er niet op. En dan zegt Bas een beetje boos: Hier, doe jij het dan maar. Goed, zegt Janneke. Ze neemt het potlood en tekent uh, dit, en dit, en zoiets, en op het laatst tekent ze dit. Maar nu is het Basti steeds roept, uh, niks hoor, zo was het niet, het was echt heel anders. Zie je wel, zeg mama, dat jullie alles hebben gedroomd? Bas en Janneke kunnen het niet geloven. Ze proberen nog wel twintig keer de possenbok te tekenen, maar alle beesten die ze tekenen zien er even raar uit. Sommigen lijken op een spin, of op een varken, op een schaap, ja... Op alles, behalve op de possenbok. Ineens roept Janneke ik weet het al. Wat weet je al, vraagt Bas. Waarom we de possenbok niet kunnen tekenen. Possenbokken worden altijd per ongeluk getekend en nooit expres. Als we ze expres konden maken, dan kwamen er veel te veel possenbokken in het possenbokkenbos. En dan werd het daar veel te vol. Ja, zegt Bas, dat zal het zijn. Ja, zegt ook mama, dat zal het zijn. En kom nu maar gauw eten. Dat hebben Bas en janneke toen maar gedaan.